Met de vijfde perk van de Zelfbogers. En we gaan het als volgt doen. We gaan eerst even een klein stukje lezen. En dan gaan wij daar wat dieper op in. Want dit... anders begonnen. Deel 2 moet je hebben. Ja. Wil je eentje voor ons dan hebben? Ik heb nog deel 1. Ik loop achter. Oké, geen probleem. Heb je bij... Alsjeblieft, hier is deel 2. Hier is, kom op. Ik moet niks. Namelijk de volgende, dit stukje Gomorre, dat is een klein eenvoudig gemist, maar het stukje Gomorre, dat geeft zo'n gelopen racegevoel als je dat doorleest. Dan denk je, dit is gewoon zo'n Gomorre voor sabbatsmiddag bij de koffie. En een stukje goed erbij. Maar dat dacht ik ook toen ik daar zelfs even naar keek. Maar toen kwam ik gaandeweg tot de conclusie dat het allemaal toch enige aandacht vereist. Dat gaan we nu zien. Eind Amelie Spallel en met toch COVID Ros. We gaan alleen dammen. Als we dammen, dan moeten we dat doen met COVID Ros. Dat wil zeggen, niet een zwaar hoofd. Ja, dat lijkt vertaald betekent COVID Ros zwaar hoofd. Maar dat met... dan zouden we het best kunnen vertalen met eerbied of deemoed. Ja? En dan vult er nog eens bij. Chassidim HaRishonim. De eerste Chassidim, Ho Yeshahim Shor Agas. Die wacht dus 1 uur. Om is Spallim, en dan willen ze. Kedij, Shechavno, Libon, Avim, Vashem, Shamayim. Opdat ze goede kavon zullen hebben. La Avim, Vashem, Shamayim, voor Kodesborg in de hemel is. Ja, dus die hadden dus een uur nodig, ja, die hadden dus een uur nodig, voordat ze überhaupt konden gaan dammen. Ja, die tijd is even anders. Lammet. Daar vlammet om het bijs. Lammet ziet er zo uit. Lammet. Begin van de vijfde perk gewoon. Dus... Ik denk hier nu een beetje. Ja, daar is hij. Ja, dus die tijden zijn veranderd. En nou, ik kijk ook mezelf aan. De meeste mensen die komen aangesneld zo rond de tijd zachtjes begint. De ene of vroeg iets later. Ja, we zijn kort daarvoor zijn we opgestaan. Ja. Ja, dus. Maar de gezin van Sony, die hadden dus een uur in de reserve. Nou, vroeger waren er twee heren die voorzagisch de DAF deden in deze zee. Ja, dat doen ze nog steeds. Alleen doen ze dat thuis. Oh ja, dat doen ze ook nog. Er zijn nu drie hier. Er zijn nu drie, ja. Ja, en trouwens, Wim van Dijk, die zijn met die ook heel veel op zat. Die leert thuis nu. Wij doen het na zachtjes. En dat deze dus, Kedij, dat deed dus dat uur, opdat zij dus, ze gaf de Lima naar Wiener, zoals mij dat dus aandacht hebben voor Kudusborgen. En dan kan Afil HaMelech Michel besnemen, zelfs als Willem-Alexander voorbij zou komen, dan zeggen Bas de Bruin, hoe gaat het met u? Ja, lauw je ze wennen, dan geef je het hem zeker geen zoeken. Waar Filo nog als koral, ik kwam zelfs iets een slang gewikkeld om je heel, Lorena, dan moeten we natuurlijk wel gaan om een niet-giftige slang, want dat lijkt me toch niet de bedoeling. Lau Jafzik, dan mag je niet onderbreken. We hebben wat anders geleerd, kan ik me herinneren, als er dus een godel langskomt, mag je wel goeiedag zeggen. Nee, maar niet de Sjoman Esra. Oh, Sjoman Esra. Niet de Sjoman Esra, nee. Oh, ik bedoel van tussenbroef Sjoman. Ja, dat is... Nou, is het wel even zo... dat een kleine heoren van Rashi... We hadden net over die Nafti Pel... Oh, Nafti Elbert zie je. En binnen de Gidon zie je. Ja, daar dus is iets inderdaad voor te zeggen. Omdat ik zal... Nafti is nu nog in Israël. Maar Nafti komt nog aan later. Zal ik zeggen, in feite is het wel zo, dat als u Rashi precies kijkt, zit Rashi, shine so agas, bemokkom shebo lespallel. De plek waar ze kwamen te dammen. Dus is niet zo dat ze dus thuis aan de Nespresso zaten te leren. Nee, ze waren dus in Sjoel, en waren in Sjoel met z'n middag, daar zaten ze te leren. Dat is wat Rashi duidelijk zegt. Volgens Rashi. Ja. Zegt
Zijn er ook anderen die wat anders zeggen? Nee, dat weet ik op dit moment niet. Maar okay. Ik keek in Rashi. Ik keek in Rashi. Goed, dat... Als je deze Mishne leest, dan zeg je, dit is een Mishne, daar kun je een bijl aan vallen. Dat is niet zo'n probleem. Gaat gewoon verder. Nina Hanemille. Vraag me maar, waar weet ik van dat? Dat inderdaad, men dus moet davenen met Kovet Rosh. Hoe kom ik erbij? Nou, wat we nu gaan zien is natuurlijk niet geen drozen, want er komen allerlei psukim ook uit de nacht, uit Shmuel Alef, uit Tehillim. Maar dit zijn, dat is wat heet, asmachtes. Ja, u weet dat in de Gemoren, daar, de Gemoren brengt natuurlijk continu psukim. Soms zijn, bijvoorbeeld als de Gemoren heeft over, zegt zoeken over hoeveel wandelen zoeken we moeten hebben, wat is voor schach, et cetera. Ja, dat zijn allemaal droosjes. En dat is dan ook door die droosjes komt dan een halacha min haTorah tot stand, zal ik maar zeggen. Hier niet, dit zijn allemaal asmachtes, alleen maar dienen de Rabbanan. En sowieso ook de hele tefillin zullen kennen, pas alleen maar bij de Rabbanan. Ja, mino halemino, hoe kom ik erbij? De Amar Rabbi Lezer, Elozo, zegt Elozo over Kro, wie moras nefesh. Ja, en zij was verbitterd. Dit is de haftara die we nu 3,5 weken geleden hebben gelezen. Op het eerste dag van Sassona. Ja, de haftara is Ghanem, vlak voor het keer Zuiver. En daar vertelt dus de Novi dat zij was zeer verbitterd. Voor de wijnproemers, of niet de fijnproemers onder ons. Ja, daar is natuurlijk wel zo. Die is natuurlijk wel de Gemoren. Is dus een nuance. We hebben het gehad over Kovet Rosh. We zeggen enige ernst, enige deemoed. Ja, enige eerbied. Daar is over naar je Kovet Rosh. Of eventueel zelfs zwaarmoedigheid. Het woordje Marat Nefes bewijst op een verbittering. Ja, en dan gaan ze een stapje verder dan alleen het concept Kovet Rosh. Ja, maar dat is niet hetgeen waar het op valt. De Gemoren zegt het volgende. Nee. Ik kan helemaal geen bewijs brengen. Dilma, ga naar Shane. Misschien was Shane anders. De Habe Merira Liba Tuva. Ja, zij was erg verbitterd. Ja, ze was erg verbitterd. Daar is de vraag natuurlijk het volgende. Dat dit, zoals dan even een onerbiedig zeggen. Dit had ik ook meteen zelf kunnen bedenken. Zoals ik al zei, ja. We hebben het hier over Kovet Rosh. Ja, enige ernst. Ja. De bedoeling is dat je niet direct voordat de laatste grap van Max Seur gaat vertellen of zo. Ja? Of de opmerking van Trump bij Madison Square Gardens gisteren. Ja? Dat is niet de bedoeling. Het bedoeling als de enige demo, enige is serieus zijn. Maar in Mark Nevers gaat het ietsje verder, iets verbitterd. En is de vraag is altijd de volgende. Wat was de havermiddel van de Gemoren? Waarom vond de Gemoren het toch passend om in ieder geval dit als suggestie aan te reiken? Dat wij dus iets zouden kunnen leren van Ghana. De reden daarvoor is waarschijnlijk in het volgende. Dus denk ik dat we gaan dit verder zien op... Dat is Daflam het Alfa van het Wijs. Daar zien wij heel veel van die tefillin van Ghana. Die tefillin van Ghana wordt gezien als the mother of all prayers. Dat is een prachtige Engels, zou ik kunnen zeggen. The mother of all prayers. Ja, daar wordt heel veel uit geleerd, uit tefillin van Ghana, voor onze dagelijkse praktijk. Dus het kan zijn dat ik een moeder dat al wist, dat we daar heel veel van leren. En dan dacht, gaan we daar ook maar deze pasoek bij gebruiken. Maar deze pasoek, die dus mooi direct, eigenlijk terecht zegt, schiet haar doel dus voorbij, want wij gaan het over enige ernst, hebben het hier even deemoedigheid, ja, maar het gaat niet over een zware verbittering, dan denk je aan een soort PTSS of zo achtige toestanden, ja, ja, whatever, ja, of ja, of depressie, noem het maar op, ja, ja, mensen die totaal niet meer zitten, dat is in feite Marat Nefes, heel zwaar verbitterd. Dus ik moet corrigeren, ik zeg, dit kan niet de bron zijn. Dan probeert de Gemoren nog een keer van een andere plek. En waar probeert de Gemoren van? Ella amar Rabbi Yosef ben Chanina. Rabbi Yosef ben Chanina zei, leer het met Haga, hier vandaan. Van niet berof gastega avo betega
Eshtachave alech al katshecha beyiratecha. Ja, dat is in perk 5. Woorden van David HaMelech. Maar Aniba Rof Gastiga, ik zal komen met uw veelheid van liefde. Kom ik naar uw huis. Ik zal mij bukken naar bij de heiliger van de heiligdom. Beyir Atecha, in ontzag voor u. En dit gaat natuurlijk al een stuk meer richting gewone connotatie van Komet Rosh. Komet Rosh, zoals ik zei, dat betekent zwaarmoedigheid, bedruktheid zou je kunnen zeggen, ontzag. Ja? En dat kun je allemaal samenvatten met het woordje hier aan. Hier betekent ook ontzag. Dus de Gemore, zoals Engels zou zeggen, de Gemore pulled itself together en komt nou met een veel betere suggestie. Zouden we zeggen. De Gemore wimpelt dit af. De Gemore, vriend Bas, is hier niet happy mee. Want zeg maar nee. Ook van deze pasuk kunnen wij niks leren. En waarom niet? Dilma David Shane. Misschien was David wel anders. De Have Metzar Nafse Berachame Toe. Want hij, ja, Metzar van Tsar, hij had pijn. Ja, hij dam heel erg om Rachmi van kunnen sporen. Ja? Dus David Hamelech. Was super onderdanig, om zo te zeggen, eigenlijk, ja? Ja, alhoewel ik dat helemaal, die connotatie eigenlijk hier niet meekrijg. Zielenpijn. Ja, nee, maar dat staat hier niet. Wanneer je beroofd gaat, gaan we betekenen, staan we, en leggen elkaar zeggen, bij Jira tegen. Alleen zou je zeggen, het gaat om het woordje staan we, ik buk mij, ik kniel mij. Ja, dat is natuurlijk, het kan zijn gewoon zeg, dat gaat ons stapje te ver. Ja, de bedoeling is niet dat wij iedere ochtend, ja, voor zakjes op de grond knielen. Nee, maar door het middag te zitten, is daar gemeen. Het kan zijn gewoon dat we zeggen, dit gaat toch een stapje te ver. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ook deze suggestie, ja, die gaat naar de halachische prullenbak. Om het even zo te zeggen. Ella Amara Yeshua ben Levi. Yeshua ben Levi komt dan met de volgende suggestie. Ja, en wat staat daar? Dat is uit de mismor die wij in Metzes en vrijdagavond gaan zeggen. Ja, Histagabu Lashem Hadas Kodes. Ja, mismor gaf Ted. Ja, Buk Hashem Hadras Kodes. Met heilige pracht, ja, van Hadar, Hodor. Zet ik hem morgen. Nee, hoe ga ik het uitleggen? Altijd zeg je niet Behatras Kodes, maar zeg dat ik pas het aan. Begaradat Kodes. Garada betekent angst, met heilige angst. Ja, en dat gaat dus alweer een stukje richting die zwaarmoedigheid. Zeg ik maar nee. Dilma, nee, Lo'olamimlacha Haradrat Kodes Mamas. Het kan zijn dat het inderdaad gaat om Hadrat Kodesh. Wat wil dat zeggen? Ki hada Rav Yehuda, zoals Rav Yehuda, hebben met Zayen nafse we hadden matse. Wat deed hij? Ja, Ras zegt het uit. Mekasheet atzmo bibigadav. Ja, die sier zich met zijn kleren. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen ook na te middag hebben, zeker in Yeshivas, om het hoed en jasje aan te dappen. Ja, uit respect voor Kodesborg, voor de schepper. Ja. Dat is een suggestie van mode. Dat vinden we ook veel terug in de halogen. Ja, dat je met een hoed optappend en een jasje aan het trotsgebak naar loopt. Er zijn ook tijden geweest dat er geen hoeden waren. Nee, of met een pet iets op je hoofd. De bron daarvoor is deze regelige mode. Vaak zie je de hoeden op de gang hangen. Ja. En dan gaan ze de sjoer in, wordt de hoed opgehangen. Nee, en enkel zet hem nog wel eens op als hij opgeroepen is. Ook dat heb je. Dan hebben ze in allerlei maat en kleur en soorten. Dan zit ik een mooi, dus nee, we kunnen hier niet lezen. Garadat van angst, ontzag, beving. Nee, het gaat behaald dat voor dus. Als ik ga dammelen, dan wil ik daar eerbiedwaardig uitzien, laat ik maar zeggen. Ja, zeg gewoon nee. Dus het gaat. Dilma, nee. De Olam. En we gaan zeggen: we gaan dat Kodes Mamas. Het gaat om echt om dat je er mooi uitziet. Kadra of Jehoede, zelfs Jehoede. Hebben we met Zayen Nafse. Die trok eerst een nette kleren aan. We hadden Matsle. Daarna dan we die.
Dus het Gemoer is nog steeds op zoek naar een bron voor het feit dat wij dus met ontzag en deemoed, ja, een gepaste ingetrokkenheid gaan dabbelen. Dus ik gewoon nee. Hele amara vlag, maar jetzt me haga. Hier leert van dan. Heeft dat Hashem hier aan? Dient Hashem het ontzag? De gilu en heeft vreugde birada, met beven, met angst. Ja, dan komen ze meteen weer terug. Dat is gewoon nog maar de gilu birada, wat wil dat zeggen? Zegt gemoren. Amaf adaba masne, oma rabbe, mama kom gila, som te heren ada. Op de plek waar vreugde is, daar moet je ook dus ontzag hebben. Dat wil zeggen, er moet een balans zijn. We moeten niet te vrolijk zijn, we moeten niet te ernstig zijn. Er moet dus een balans tussen die twee zijn. Nou, dat is in feite de Gemoren. En deze Gemoren lijkt een beetje op een gelopen race, Gemoren. Ja. Nou, dat dan... Dat en normaal gaan ze dan zeggen, neem nog een kop koffie, Paul. En dan er is nog koek ook over, dus dat komt helemaal goed. Maar, en dan gaan we verder tot orde van de dag. Nou, is het zo dat we gaan eventjes... toch dit stukje moet een beetje uitdiepen. Dus dat is volgt. Namelijk, is ook een postzoek, die hebben wij nog vanochtend gezegd. Namelijk, in wist met de Sodom. En dat is echt een vraag die iedereen moet stellen die deze gemoor serieus neemt. Want, wat zeggen in Israël en Sauden? Uiteraard staan die op Sabbat wel over. En op Pesach. En op Erev Yom Kippur. En op Yom Kippur. En we zaten in Israël en Sauden. Rio de Sem Kol Oretz. En dan zaten Iftu Sem Besimcho. Bauw Lefonov Birnono. Iftu, Iftu, Iftu Sem Besimcho. En misschien ook op Simcho staan gezongen ook nog. Dat kunnen. Ja. En, en dat is zo'n postdoek uit de Hillim. Iftu Sem Besimcho. Dina Sem Besimcho. Bouwen van op Birnono, kom jubelend voor hem. Nou is het zo. Waarom? Dat is eigenlijk een cruciale vraag, heren. Kijk, dat de Gemoren die ene posthoek van. Wanneer we af beraafd gasten van we hebben zeggen. En staan we eigen liggen. En eigen kort zeggen, hier gaan zeggen. De Gemoren die opzij zet, begrijp ik. Want daar praat je doorwillig Eshtagen mee. Buk mij. Ik, Niel mij. Hij praatte volkomen uit zijn eigen perspectief. Hoe hij dan. Dan kan ik zeggen, begrijp ik, dat gaat over dooi middag persoonlijk. Dat is geen voorbeeld. Maar, die post die hier staat, if to December Hero, dat is een boodschap van dooi middag aan ons. Ja, dat is niet, dat heeft niet in de Telegraaf gezet. Ja, om soms in tram 24 te lezen op weg naar je werk, dat staat in Tehillim als een boodschap voor ons allemaal. Ja? Wordt die blijdschap toch beschreven, beter? Wat onder blijdschap verstaan wordt? De Gontesina. Maar de Gemoor, wat het probleem met deze Mishne is het volgende, deze Mishne, die zegt dus tegen ons, we moeten 's ochtends, als wij dus de kahal binnenlopen, dan moeten wij een heel zwaar, deemoedig jasje aandoen. Ja, en absoluut heel bloedserieus kijken. Ja, maar, en dan gaan we aan de gang. Ja, en dan stuiven wij. Herman, die zei, vandaag wilde net stabbelen. Maar dat was echt super. Ja, dat was echt ik weet niet waarom we om 6:15 moesten beginnen. Nou. Nee, hij wilde net stabbelen. Daarom was hij zo snel. Ja, het was echt... Nee, daarom. Ja, dat was nog 2,5 minuten sneller dan normaal. Ja. Goed. Maar goed, er was al geen... Er was al een lange dag niet. Die is ons bespaard. Dat is ons bespaard. Nog een weekje. Deze week nog. Ja. Voor de maandag zijn we weer de kloos. Ja. Ja, maar goed. Nou is het zo. Maar hier staat dus... Heeft dus hem met Simcha. Ja, en waarom... gooit deze misne het dus op die zwaarmoedigheid, die deemoedigheid. Eigenlijk zou toch Simcha veel meer op de plek zijn. Mm. We zijn er blij zijn, Boris, ik kan davenen, ik mag tvillen aandoen, ik mag het koos boog richten. Waarom? Ja. Waarom is de insteek dat
dat zware en deemoedige. Dat is toch een probleempje waar ik soms ook echt mee zat toen ik naar deze gemeente keek. Maar beste heren, wij moeten nog een stapje verder gaan. En dan wil ik u iets in herinnering brengen. Het volgende. Ten eerste is er, heeft Rav Heers, die schrijft natuurlijk uitgaat over tefillen. En die zei, er zijn drie expressies voor tefillen. Ten eerste is het woordje tefilla, kennen wij. Ja, tefilla. Dat is een bekend woordje, ja. En ten tweede is er het woordje wat we vinden, dat zullen wij lezen over drie weken, al die halve week in Paschaïsor. Jij zei, je zegt, losuach basolde. Ja, hij ging dan in het veld. En daar wordt gebruikt het woordje siga, van siga sorry, het gewas. Er is nog een derde uitdrukking, en die gaan we nog weer twee weken laten lezen in Paschas bij Jijtse. Waar heeft ga, jakau, ba mokam, ba jolen, som. Ja, en daar staat, hij kwam die plek aan, en Ras zegt daar, hij dauwde mari. Het woordje pia, pia, ja, dat wil zeggen ontmoeten, tegenkomen. Drie expressies voor het woordje van twillen. Ja, en ten eerste dus, en zoals Rav Visser uitlegt, het woordje tfila, van het komt pilel, zoals hij altijd, en heel vaak te werk gaat, etymologisch verbonden met het woordje balal, is vermenging. Ja, het idee van tfila is dat wij het aardse en het spirituele vermengen, met elkaar in contact brengen. Het woordje siach, van gewassen is iets dat groeit. De bedoeling van tfila is ook dat wij een spirituele groei tegenmaken. Daarnaast is ook tefila een pgia, a meeting with God. Ja, dus tefila is dus niet gewoon een simpele staan en een reeks gebeden afraffelen. Tefila is een aantal dingen. Het is het spirituele bij mijzelf naar binnen brengen, to make it part of me. Het is een ontmoeting met Hashem, staan voor Hashem. En het is ook een moment of self-growth, om te groeien. Ja, om spiritueel te groeien. Om andere, een beter mens te worden. De vraag is natuurlijk volgende, hoe verhoudt zich dat natuurlijk tot dat zwaarmoedig wat hier staat? Ja? Dat is het eerste. Dan gaan we een stapje verder. Want wij hebben in de vierde perk hebben we een gemoord tegengekomen. Die hebben we uitgebreid gesproken. Namelijk, we hebben die gemoor gezien. De gemoor brengt op een gegeven moment, vraagt de gemoor, waar komen al die bogen van Shabbat Esther vandaan? Ja, dat hebben we uit behandeld. En daar hebben wij drie meningen gezien. Dat was op Gavges om het bijs. Het gemoor zegt, waar komen die 18 boogs vandaan? Oma Vilebrein of Smul Bachmani. Kneget, dat is vanwege de 18 keer dat in Mismor, het groeftes, Hashem's naam wordt genoemd. Rav Yosef Oma zegt, kneget Yutches Askarot, omdat er 18 keer staat in Kriyasemaas, dat naam wordt gesproken. En Betalgema zegt, nee, dat is parallel aan de 18 delen van de ruggenwerk. Ja. En dat klinkt erg abstract. Ja, erg abstract. We hebben toen een maral gemaakt die het uitlegt. En die zegt het volgende. Namelijk, dit is geen magloikers. Het is alleen, deze drie geleerden vullen elkaar aan. Ja, namelijk het volgende. In het Davon is één aspect dat ik mij tot Kodesborgen verhoud. Ik Davon tot Kodesborgen. Het tweede. Ja, dat zeggen, ik sta voor Kodesborgen. Ten tweede, de verbinding, die is dus met Hashem. En ten derde, ook dat Kodesborgen voor mij zorgt. Drie dingen. Ja? Dus, het staan voor Kodesborgen. Ik daal tot Kodesborgen. De verbinding en de zorg van Kodesborgen naar de mens toe. Dat legt hij ook uit. De 18. Ja,
Zegt hij het volgende. Dus dat ze 18 keer in mismag of test dat ze aan van kunnen sporen. Dat is de rachamin van kunnen sporen naar ons toe. Ja, dan de 18 keer dat naam van de stem staat in Kriyasema. Ja, dat is dat om Hashem voor ons zorgt. De zorg van Hashem voor ons. En dan is dus ook zo, en die 18 ruggenwervels is dus het feit dat de mens dus met Hashem verbonden is in het davenen. Ja, dat wil zeggen, het davenen heeft 3 aspecten. Het staan voor Kodesh Baruch Hu, het verbonden zijn met Kodesh Baruch Hu en het feit dat Kodesh Baruch Hu zich naar ons naartoe begeeft. En dat is een feit op een manier ook wat Rabbi Heers wil aangeven met die 3 woorden. Ja, dus de woorden de ontmoeting, de groei en de vermenging. Ja, de groei dat ik dus... ja, even kijken hoe kan ik dat het beste. Ja, ik heb dus de ontmoeting, dat is het, de Damana Kodesh Baruch Hu. Ik heb dus de groei, dus het feit dat ik met de Hashem verbonden ben. En Balal is dus ook dat dus Kodesh Baruch Hu door hij zich over mij ontfermt, van mij zorgt, dus iets van hem naar mij toe brengt. Ja, op die manier kun je dus Braaf Heers, wat die 3 aspecten van Heers, parallel schakelen aan wat dus de Maral brengt. En nou, waarom breng ik het allemaal? Omdat we dus zien dat, ja, als we dus deze perk beginnen te leren, met een kop koffie erbij, ja, whenever, dan denk je, nou, heel fijn, ik ga staan, en dan komt het allemaal wel goed. Maar in feite is mijn essen dus veel meer. Gaat het veel dieper. Het is een ontmoeting met Hashem. Hashem geeft iets aan mij. Ik ben verbonden met Hashem. En is al die situatie, is daar dan die komet Rosh, dat is toch blijkbaar toch de sleutel daarvoor. Blijkbaar. Dan gaan we nog een stapje verder. Want namelijk de Maral, die in zijn, heeft dus een Tief Ha'avoda geschreven, waarin hij dus uitgemaakt ingaat op het hele aspect, alle aspecten die met Damana te maken hebben. En daar brengt hij een belangrijke Mugumor in met Zeggen Zirommers. Dat is namelijk het volgende. Dat is een Mugumor met Zeggen Zirommers, daar komt hij op het bijs. Daar staat voor het volgende: Hamispalel zorgt hier tijdens het einde van de Mato. Als ik Damana, dan moet ik naar beneden kijken. Ja? We gaan oma met spallen, sorry, je gaat met libo le mijlen. Ja, dus de ene man over zegt, als je naar daar moet ik naar beneden kijken. In demi, je moet. Anders zegt, I have to look up. Ja, zegt de Gemora. Ja, en zegt de Gemora, de bedoeling is niet dat hij 2 elkaar uitsluiten, maar die 2 elkaar aanvullen. Er is plaats voor de mijn nederigheid, het kennen van mijn plek, to know my place. Ten tweede ook dat ik besef dat ik dus in en met het dammeren mij dus met Kusbo kan verbinden. En dat is iets, dat het ene zou je dan zeggen, is wijs op een zich terugtrekken, op hier aan, maar het de mogelijkheid dat ik Hashem dingen kan vragen, ja, wijst op ahava, op liefde of verbondenheid. Dan zie je weer die dualiteit. Ja, we hebben net gehad over 3 aspecten, en hier komen dus 2 aspecten naar voren. Ja. En dan komt er nog een ander gemoor ook bij. Amri Shimon Chassidah, Hamid Palel, Tzarich, Shira Atzmo, Keilu Shina Knekdo. Als ik daven, dan moet ik beschouwen alsof de Shina voor mij staat. Shneema, zoals wij op de Aaron Kodesh hebben, Shiviti, Hashem, Lenekti, Samit. Ja, dat wil zeggen, in Davene ben ik ultiem verbonden met Kodesh Baruch Hu. Dus Davene is niet iets heel simpels. Davene heeft alle aspecten. En dan nog iets, wat ook weer wijst richting Simcha. Gemoren, die heb je ooit geleerd bij Eli, ze gewoon naar voren. Tanje en Brogenstaf, hij om het bijs. Ja, over Birkhard Brogenstaf. Tanje, Abba, Benjamin, Omer,
eind filosofisch van Odom, Nishmaas en de bewijs van Knesses. Mijn tvillen wordt alleen maar gehoord in Soe. Ze Neerma, die hebben ook gezegd in de assis met Soe, Nishmoja en Arino en dat tvillen. Om te luisteren naar het gezang en het gebed. Maar ook om Rino op de plaats van het gezang, veugelvolgezang, zo'n tijd vinden, daar moet Dammene zijn. En dat wijst dus op een stukje van de Simcha. Ja, dus wat wij hier dus zien, is dus dat deze gemoren gewoon lezen en dan... Dat over de gassen, dat je daarbij kan dragen. Ook zeker. Dat jullie vanmorgen, zijn jullie vanmorgen blijkbaar een roetsgassen geweest. Dan kan je je voorstellen dat het niet helemaal conform is. Meestal met deze gassen. Ik weet niet wie het was, maar dat is een gassen eigenlijk, dan weet ik niet. Dat was weinig Rino. Je kan dus niet bijdragen. Ja, dat klopt. Is dat niet specifiek ook bij de gasten over de film? Die was anders geprogrammeerd vandaag, zou ik maar zeggen. Wat je zegt, de Simcha, dat kan dus inderdaad. Ja. Gezang, gasten, indicator zijn. Ja, dat klopt. Dat is ook de bedoeling. Ja. Kijk, dus mag dan eentje niet voordammen, dat bedoel ik. Is het zo dat door de weekse dammen, dan laat hij zich niet ontzeggen. Ja, maar door de week wil je... soms gaat het wel een beetje te snel. Moet toch werken. Ja, degene die voordammen moet werken, klopt. Ja. Nou, gaan we even, voordat wij komen tot deze ontknoping van het hele verhaal, gaan we kijken, er is een perus op de hele linie, Gooi maar eens aan. En die gaat in op die post van Ifte en Mismo. Ifte zou zijn Simcho, Wau, Lafonne, Pirinando. Dan staat het volgende. Ritijmele Simcho, Mazo, Oise. Wat doet deze Simcho? We lommen aan die mapiet aan de Simcho. Waarom is die Simcho zo belangrijk? En zei, oma, daarom zegt over de middag, o wonen van op je nonno. En kom jubelend voor hem. Kie aan je daar simge, want door de simge, je golim lacht zo is benoem Hashem, kan ik dus de pracht van Hashem waarnemen, waar bol is te koelen, en ben ik ook niet bang om naar te kijken. Eindelijk verder, kie lilmo lekai me simge, hoe ik kan avoiden. De belangrijkste van de woorden is namelijk om alles te doen uit Simcha. Ja, dus, en hij, zo, dat neemt hij mee uit die woorden, is dat ze zijn met Simcha. Hoe belangrijk dat is. Ja? En dat maakt het dan de hele, als dat die Simcha zo belangrijk is, waarom is dat toch zo dat de Mishne en de Gemore in het Gilzak van de Mishne, dus zich helemaal focust op die Zag, op die Jero. Ja? En terwijl Philip drie aspecten heeft. Ontmoeting met de Sem. Zich verbinden met de Sem. De rachmin van de Sem. Terwijl het duidelijk ook iets heeft achtergelaten over Simcha bij Tamana. Waarom dat? Nou is hier, heren, daar is hier gelukkig over nagedacht. Ja. Wat? Ja, en voordeel. Ja, daar is over nagedacht. Er is namelijk zo, weet achterin de vijfde perk vinden wij dus de rief, alfassie op drogers. En in de meeste bezetters is daar dus dan de perus op van de rabbijn Nissan van de Ram. Maar in bezetters drogers is de perus op de rief niet geschreven door, de Ram, maar door rabbijn Joine. Uit Grondi. En Rabbi Grondi legt ons dit uit. En dat is heel belangrijk wat hij daar aanreikt. En die, he gives us a way how to pray. Ja. Zegt hij het volgende. Ten eerste zegt hij het volgende. Want uiteindelijk kunnen wij niet om die missie heen, die missie die het natuurlijk heeft over dat ontzagwekkende, die demoed, het ontzag, die hier is mij. Zegt hij van, en wat de kachel op perus, wat is de bedoeling van dat ontzagwekkende? Zegt hij,
dat iemand zie je leven alleen maar wat het allemaal komt. Dat je moet je hart helemaal focussen op de dammenen. En dan komt er, je watlu melibam tanuge haolam haze. En dat je alle aardse genietingen opzij zet. Zet hier volgende. Kikushitaru libam mevri haolam haze. Als ik mijn hart reinig, zuiver van alle aardse verlangens. Wie kawanatam en mijn ontzag is in de grootsheid van Hashem. Dat is de manier waarop mijn tefila wordt aangenomen van Hashem. Ja? En beseft je wel, ja, tachin libam, taxi van negen. Inderdaad, dat is niet altijd eenmaal te bereiken. Maar daarvoor moet je ook hulp hebben van kunnen sporen. En dus de bedoeling van deze, bedoeling van die postdoek, zeg ik dus, die we hier dus hebben, is dus dat, dat ontzag, het gaat niet zo letterlijk ontzag natuurlijk ook wel, maar het gaat erover dat jij dus, de Rosh Hakov. Ja. De Rosh Hakov. Ja. Dus dat gaat om gaat, is dus dat als we gaan davenen, dan, ja, ik moet eerst in de grote kool, aardse verlangens. De, verzoeken. De verzoeken. Ja. Maar, ja. Maar ja, het kan zijn. Je verzoekt iets omdat je het verlangt. Ja, nee, maar nee, dat is oprecht. Ja. Maar is je van harte dat als jij thuis komt, dat Paula van jou lekker omelet maakt, is van harte gegund. Ja, Paula is voor hem. Paula is niet voor hem. Ja. Ja, kijk, sorry, ik dacht niet. En Sylvie bij jou? Ja. Ja, en als je misschien zegt, Soenie, ja, nou, opa, okay, papa, ik heb een omelet voor je gemaakt. Doe even wat bij me. Dus alleen, de bedoeling is dat als je dammelt, dat je dus, dat is dus de eerbiedigheid, ja? Dat je beseft, ik sta voor de sporen. En daar, ja, en daar heeft dus het roketje van broodje mij even geen plek. Om het even zo te zeggen, ja? Ja, of de pizza van Pizza Co. Het gaat, davenen wil zeggen, je zet alle aardse verlangens, geneugten, zaken, ja, waarvan je plezier hebt opzij. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, ja, dat je zegt, goed, het zou heel fijn zijn als de aandelen ASML weer een beetje stijgen. Ik wil zoeken naar een salaris volgend jaar, en dan moet je aandelen wel wat beter gaan dan nu doen. Wat? Ja, ik heb goed. Ja, hoop ik dat, van. Ja, hoop van wel. Ja, dat mag. Maar het gaat om dat je dus, dat je put everything on the side. Ja? En zeg je het volgende. Gaat hij verder. Daarna hebben we dus, if the Shemmy Hero, we gillen weer order. Ligt dat vanuit. Ja? Zegt hij. Kedijsje lojimme zegt me toch als simge. Dat ik moet zijn dat ik niet door de simge, dat ik weer wel aan die aardse dingen ga denken. En dat ik aan het kunstwoord even geef. Ja, daarom moet is dus, de gila is goed, maar dat moet gepaard staan met ontzag. Ja, en zegt hier, zo moet ik de poos uitleggen. Ze afpietsen, etsel, basar, madam. Ja, want alhoewel bij gewoon mensen, daar is ontzag en simge, die zijn tegenpolen van elkaar. Want als ik bang ben, dan kan ik niet blij zijn. Bij mijn koersboog is het niet zo. Kse Adam mit bonen mit dulato. Als ik het vroeger nadenk over de grootheid van Hashem. We jarei mit panaf. En ontzag ik van hem. Yismach yagil beotoyera. En dan vind je in het ontzag bepaalde spirituele vervulling. Minei, omdat ze hem zo ito, doordat ik nadenk over het ontzag van koersboog. Ja. Komt in mij op het gevoel dat ik dat ik het voorrecht heb om mij met Kodesh Baruch Hu te verbinden. En daar gaat het hier om. En wat hij zo aanreikt is het volgende. Het is niet zo dat deze Mishne, ja, dat deze Mishne dus zegt, Simcha heeft geen plek. Simcha heeft geen plek. Dat is niet zo, want hij ligt dus plat in die Mishne. En hij lost ook al die, hij zegt voor al die verschillende
zeggen, manier ook. Van eraf heerst en maar op je naar daar, want dan kijk je eens plek voor. Maar, één seconde, daarna mag jij. Ja, maar het begint dus met het hebben van ontzag van een chef. Je het inbeelden aan, ik sta voor kunnen spreken. En daar dan heb je dus, voel je als die relatie, die ontzagwekkende, die geëerbiedige relatie. Dat is... Mijn vriend moet even wachten. Ja, mijn vriend moet wachten. Maar, dat is het bijzondere. Uit dat gevoel ontzag, daar komt op een bepaalde manier dan een soort spirituele vervulling en blijdschap uit. Ja, dat is in feite wat wij krijgen. En als wij Nielen in zon staan, ja, we weten, this is our last chance, ja, om ooit nog een gratis broodje mee te krijgen. Ja, grapje. Ja, our laatste kans, om dat te vertellen. Dus tegelijkertijd voel je tijdens die Nielen, als je daar staat en je downt gezondheid, op panose, een beetje nagels, al je weet, het moet allemaal van hem komen. Tegelijkertijd geeft het feit dat je op zo'n betekenisvolle, aandachtsvolle manier bezig bent, geeft een bepaalde spirituele vervulling dat aanzet tot een beetje simpeler. Ja, en dat is in feite, ja, dat is het beste voorbeeld, dat is in feite natuurlijk ook het gevoel wat je als je een kippen hebt. Natuurlijk kun je als je een kippen met een huisrij zeggen aanvallen. Ja, dat kan ook. Ja, maar mensen die dus Jan Kieper op een beetje respectabele manier hebben meegemaakt, die zeggen ook, ik heb gewoon een mooie dag gehad. En ik heb gedammend, ik heb met Korsborg contact gehad, dat geeft me vervulling, geeft me inhoud, geeft me een beetje simger. En dat is in feite wat Ramanianen hier bedoelt. Ja. Ja. Dit is geredigeerd. Die journalist is samengesteld. Ja. Daaruit komen deze emoties of houdingen komen gereglementeerd voor. Ja. Daarvoor, dan van je persoon, dan kon je gewoon in de woestijn gaan en kon je zo doen. Dat heeft toch ook eigenlijk die verbinding, die drie aspecten, alleen het werd niet geredigeerd, dus dat wil niet zeggen dat iedereen hetzelfde zei. De vraag is nou, deze manier van tekst, ja. Die is niet bij iedereen, die moet je persoonlijk beleven, hè? Het is een geredigeerde tekst, en als jij een verhaal leest, kan je een tekst leest, dan leest iedereen het op een eigen manier een beetje, met zijn eigen dingen. Ik moet eigenlijk gezegd hoe je ermee om moet gaan. Dat is best moeilijk. Want dat betekent dat iedereen toch bij verbinding, ja, wat is verbinding? De een doet het zo, de ander doet het zo. Ja. Wat is ontmoeting? De een heeft die ontmoeting, de ander heeft die ontmoeting. Het zijn dus, het is niet helemaal duidelijk wat het is, maar je moet het wel proberen op deze manier bij de tekst die er gereglementeerd is, mee bezig zijn. Ja. De vraag is dus, stel je voor je gaat zelf dabbenen. Ja. Uit nood. Met allerlei inhouden die er hier niet staan. Wat is de betekenis van dat dabbenen? Nee, natuurlijk is daar plek voor. En we kunnen op het einde van de essay. Ik mis dat een beetje. Dat is echt een hele goede vraag. Ten eerste, op het einde van de essay heeft iedereen gelegenheid om zijn of haar privé te vinden staan toe te voegen. Dat kan. Dat kan. Dat is helemaal oké. Dat hebben we ook al gezien. Wat omgaat is het volgende. Dat het hele Jodendom, ja, met alle 613 mensen die hebben, heeft natuurlijk één aspect. Dat Koersburg wil dat wij ons met hem verbinden. Ja. Ja. Nou, er zijn op deze aarde, ik zal straks een mailtje van iemand beantwoord, dat is een mevrouw, die schrijft, ja, ik eet kosher, maar voor mij is het voldoende als er geen vlees en wijn in zit. Dat is voor mij kosher genoeg. Ja, goed, daar heb ik zo goed mogelijk op willen antwoorden. Maar goed, wat ik wil zeggen is het volgende. Er zijn in deze wereld miljoenen mensen die op ieder op zijn eigen manier bezig is een pad naar Koersborgen te vinden. Ja? En dan ben je zoekende. Onze emuna is, dat Koos wel heeft gezegd, ik wil niet dat jullie gewoon je hele leven lang maar voortmodderen om dus uit te vinden hoe het moet. Nee, ik geef jullie een set regels. And that's the way to approach me. Dat is de manier waarop je mij kunt benaderen. Ja?
dat in het zoekers van je verbinding, als de zon van je verbinding, Pesig en zo, ja? Ja, en take it or leave it. Als jij, ja, ja, als jij, als jij om, je zegt, ik wens op je kippen, wens niet naar school te gaan, maar ik wens gewoon om te eten, ik heb geen zin om dag te vasten. Ja, it's a free world out there, maar dit is de manier voor, om te komen tot jouw spiritueel geluk. Ja, ja? Hetzelfde geldt ook voor de Nusagat Villa. Ja, daar zitten allemaal in opgesloten. Precies, maar dat is minder Rabbanan. Dit is vastgesteld door de... Ja, ja, oké. Okay, ja. Ja. Dus is er iets van Kodesh Baruch Hu voorgeschreven over de gang van zaken? Nee. Want dat is eigenlijk de vraag die ik stel. Dit is een gereglementeerde tekst door mensen, door minder Rabbanan. Dat is prima. Ja, maar wel met Roger Kodesh. Om met Roger Kodesh. Met Roger Kodesh, ja. Toch moet je daar binnen ook je weg vinden. Nee, dat kan natuurlijk de overlevering kan gewoon iets zijn van ja. Ouders, grootouders deden het. Ja. En is er niet een kistje? Je sukkelt vooruit. Het kan ook zijn dat je de nieuwe dingen in ontdekt. Nee, maar dat is het bijzondere van die. Ja, dat kan dus groeien. Dat is het bijzondere van die film, van die Noeslandfilm, dat we trekken, we kunnen daar altijd iets nieuws in ontdekken. Ja, ja, als je daar tijd voor neemt, ja, om rustig te dabbelen, ja, en om en te reflecteren op hetgeen wat je ziet, dan inderdaad geeft het enige introspectie. En. Heb je daar dus ook een bepaalde vervulling in. Alleen, je moet daar wel open voor staan. Je moet jezelf de gelegenheid voor geven. Als je inderdaad in de achterstelling door de dame zoomt, dan gaat het nog niet worden. Dan heb je na 28 minuten een heleboel teksten gelezen. Maar je weet het maar wel. En, ja, maar je hebt weinig aandacht gehad voor hetgeen waar je mee bezig was. Precies. Om mij niet uit te kijken, moet je het hele gas in van over gaan zeggen. Daarom zei ik ook, is die gas niet zo echt bepalend ook om dit soort dingen te kunnen doen. Ja, goed. Ik denk, deze gas laat zich niet zeggen. Ja, dat gaat niet door, dat gaat niet. Je kent het wel. Laat die gas nog gezond zijn. Laat hem gezond zijn. Hier, ik dank u. Ik luister heel weinig met de gassen mee. Zoals met Jonkieper. Ik volg mijn eigen. Nou, gassen kan je meeslepen. Hè? Ja, het ligt aan de gassen. Ja. Gassen moet jou eigenlijk wel meeslepen. Gisteravond, dat is echt mooi. Ja, maar, ja. Ik vond het een mooie bijeenkomst. Ik vond alleen, ik vond in principe toch weinig mensen. Ja, die was de gassen daar. Ik ben niet mee. Er was geen gassen. Nou ja, weet je, heeft het. Sascha heeft wat gezongen, maar allemaal de kinderen. Ja, eigenlijk en Benzie en zo. Ja, zeker. Ja, je kon je opgeven. Het heeft overal gestaan. Dat was het eigenlijk. In Amos. Ja, dat dacht ik wel van het doosje van Sebach. Sebach, dat moet in Amos zijn. Ergens in Buitenvelden. Ja, nou, er is geen andere plaats in Buitenvelden. Ik dacht niet dat Jezus Zee werd opengemaakt. En het was ook niet een Calvacidium. Dus, Jezus Zee is history. Ja. Ja, ja, dus het moest daar zijn. Ja. En wat je vertelde, Jim Wickler vertelde. Vorige week werd er bij hem aangebeld. Ja. Nou ja, wij zijn de nieuwe eigenaars van, laten we zeggen, Jezus Zee. Ja. En aanstaande zaterdag geven wij een barbecue. En voor barbecue met soep. En we, een bingo met soep. En we nodigen de hele buurt uit. Nou ja, Jim zegt, nou sorry, het is, ik kom niet, maar heel hartelijk bedankt voor uw uitnodiging. Ja. Maar vind het, het is iedereen uitgenodigd. Ja, ben jij ooit daar geweest? Nee. Wat is voor je? Het schijnt een evangelische... Ja. Uit Ghanese, nee, dat dacht ik ook. Ik dacht ook dat van die Hoepelehoepel, maar het schijnt een evangelische gemeente te zijn met veel geld. Hoe ja? Nou, ze hebben toch 4,5 miljoen op tafel gelegd. 4,5 miljoen? Ja. Dat is de prijs. Dus ze moeten toch veel geld hebben. Ja, dat is verbouwing. Nee, ze gaan niet verbouwd. Nee. Ik weet wel dat de grote zaal is dus de kerk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, en de school is gewoon, ik weet niet, de dagshow. Is de dagshow, de expositie. Ik weet niet wat het is. Ik ben er ook niet, maar eerlijk gezegd zou het best nog eens een keer willen zien. Oh, ik ben het vragen, door de week.
Oh ja, kan een keer ook. Maar ik... We kunnen daar als controleren. Oh, wat een uitstapje. Uitstapje. Oké, schouw. Oh, je bij. Afstand, woensdag is max 2 uur. Ja, ik maak nog even een berichtje. Dat heb ik hem beloofd. Max. Welke Max? Max van Praag. 2 uur? Ja, nee, het was zo. Nee. Normaal hebben we altijd 1 uur of Godschalk of Van der Kamp. Moosje Godschalk kon niet en die had Lodi zou dus aanstaande zou omruilen. Moosje Shabbos stuurt hij me een appje, ik moet plotseling naar het buitenland. Yes. Nou, kan gebeuren. Ik was Sint-Gestoren s'morgens bij de vroege minje in JCC en toen zei in Bessalom. En toen zei Max, ja, ik heb eigenlijk niet genoeg aan 1 uur voor, want ik moet uitbreiden. Nou, ik zeg, we zullen een ander plaatje. En toen dacht ik, nou, kijk, dan is het maar 2 uur. Oké, dat is gezellig. Ja. Goed. Moet je wel vragen komen. Wat? Zo, ik wens iedereen een verder fantastisch verloop van deze dag. Dankjewel. Naar mijn bureau. Nou, dat kan toch? Ja, dat mag.